allemaal, welkom bij Online Blitz. Leuk dat je kijkt. We gaan vandaag met elkaar liedjes zingen, we gaan luisteren naar een verhaal, we gaan ook met elkaar bidden en je mag als je het leuk vindt ook de verwerking maken die op de site te vinden is. Je mag ook een reactie achterlaten zodat we kunnen kijken naar wat je hebt gemaakt of wat je ervan vond. Veel plezier! Want wie zoekt, die vindt. Ga je mee op zoek naar het koningskind? Want wie zoekt, die vindt. Ga je mee op reis, wie weet lang en ver. Ga je mee op reis, kijk daar is de ster. Ga je mee op reis, wie weet lang en ver. Kijk daar is de ster. We hebben die ster. Van de mooiste, de liefste bovendien. Er is een kind geboren, het kind was nooit te horen. Een heel bijzonder koningskind misschien. Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt? Ga je mee op zoek naar het koningskind? Want wie zoekt, die vindt. Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus. Gabriel was een engel van God. Hij kwam bij Maria om haar te vertellen dat God veel van haar hield en dat God een bijzonder plan had voor Maria. De engel vertelde haar dat ze een baby zou krijgen, maar niet van de man waarmee ze zou gaan trouwen, maar van God zelf. God had zelfs al een naam bedacht voor dit speciale jongetje. Jezus, dat betekent redder, want hij zou degene zijn die de mensen zal redden van alle zonden. Hij zou de belangrijkste koning worden, voor altijd. Maria was heel trots, maar ze vroeg zich nu wel af hoe ze een kindje kon krijgen als ze nog niet getrouwd was. De engel zei dat de Heilige Geest daarvoor zou zorgen. En wat God zegt, dat doet hij. En hij kan alles. Maria vond het allemaal heel speciaal en ze zei: wat fijn dat ik de moeder van Jezus mag worden. Ik ben maar een gewone vrouw uit een heel klein dorpje Nazareth. Dank u wel, God. Ik zal alles doen wat u van mij vraagt. Toen Maria het nieuws aan Jozef vertelde, kon hij het niet geloven en dacht hij dat hij maar beter niet meer met haar kon gaan trouwen. Hij werd er erg verdrietig van en wist niet meer wat hij moest doen. Maar toen hij die nacht sliep, kwam er een engel in een droom die Jozef vertelde dat wat Maria gezegd had waar was en dat hij gerust met haar kon trouwen. In die tijd had de Romeinse keizer gezegd dat alle mensen naar de stad van hun vader moesten gaan om daar hun namen op te laten schrijven. Maria en Jozef waren getrouwd en Maria had ondertussen al een hele dikke buik. Maar ze vertrokken toch met een ezeltje naar Bethlehem, waar Jozef geboren was. In Bethlehem zochten ze een plekje om te slapen, maar het was heel druk in het kleine stadje. Alleen in een kleine stal van een herberg was nog plaats. En daar, in die stal, tussen de dieren, werd Jezus geboren. Omdat ze geen wiegje hadden voor de baby, werd de kleine in een voerbak van de dieren gelegd. Maria had Jezus gewikkeld in doeken, zodat hij het niet koud zou krijgen. Wat een bijzondere plek had God voor zijn zoon uitgezocht, hè? De meeste koningskinderen worden geboren in een groot en duur paleis. Maar God liet zijn zoon geboren worden in een klein stalletje. En weet je, er gebeurde nog iets bijzonders. Op een heuvel dichtbij het stadje waar Jezus geboren was, lagen een paar herders te slapen bij hun schapen. En plotseling verscheen er een engel. De herders schrokken zich een hoedje, maar de engel zei:
Wees niet bang. Ik heb een heel belangrijke boodschap van God voor jullie, die jullie mogen doorvertellen aan iedereen. Vandaag is Jezus, de Zoon van God, de redder van de wereld geboren. In de stad Bethlehem. En jullie mogen naar hem toe gaan om hem te bekijken. Jullie zullen hem zien liggen in een voerbak en hij is gewikkeld in doeken. Toen de engel dat verteld had, verschenen er ineens een heleboel engelen in de lucht. En ze zongen alle eer voor God en vrede voor alle mensen op aarde. De herders waren heel verrast en vonden het heel bijzonder dat zij de Zoon van God mochten gaan bekijken. Ze gingen hem gelijk zoeken. En die nacht vonden ze Jezus, precies zoals de engel hun had verteld. En ze vertelden Maria en Jozef wat er was gebeurd en wat de engel hun had verteld. Dat vonden Maria en Jozef heel bijzonder. Daarna gingen de herders weer terug. En onderweg zongen ze liedjes voor God en dankten ze God voor wat ze allemaal hadden meegemaakt. In dezelfde tijd waren een aantal wijze mannen uit het verre oosten naar Jeruzalem gekomen. Jeruzalem is de grootste stad vlakbij Bethlehem. En in die stad woonde de boze Joodse koning Herodes. Hij had gehoord dat de wijzen waren gekomen en dat ze op zoek waren naar een koningskind. Hij wilde ook graag weten waar het kindje was geboren, want hij wilde het dan laten doden, zodat hij zelf altijd koning kon blijven. Hij bedacht daarom een plannetje en liet de wijze mannen bij zich komen. De wijze mannen vertelden de boze koning Herodes dat ze in hun land een bijzondere ster hadden gezien. En volgens een oud boek wat ze gelezen hadden, geschreven door een profeet, betekende dat de koning van de Joden geboren was in Bethlehem, als die ster aan de hemel stond. Nu waren ze op zoek naar dat koningskind, om hem te zien en hem prachtige cadeaus te geven. Herodes vroeg aan de wijze mannen om nog even bij hem langs te komen als ze het koningskind hadden gevonden. De wijze mannen luisterden naar Herodes en vertrokken toen. Ze volgden de ster die hun de weg wees naar het huisje waar Jezus was geboren. Toen ze bij Maria en Jozef waren aangekomen, knielden ze neer voor Jezus, net als je voor een echte koning zou doen. En ze gaven hem prachtige cadeaus: goud, wierook en mirre. Toen ze die nacht in Bethlehem nog een nachtje sliepen, kregen ze allemaal dezelfde droom. In die droom vertelde een engel van God dat ze niet meer langs Herodes moesten gaan, maar langs een andere weg weer naar huis moesten vertrekken. Dat deden ze toen de volgende dag. Maar ook Jozef kreeg diezelfde nacht een droom van God. En in die droom verscheen ook een engel. En die vertelde Jozef dat ze zo snel mogelijk moesten vluchten voor koning Herodes, naar Egypte. Jozef maakte Maria wakker en ze vertrokken direct naar Egypte, midden in de nacht. Dit verhaal kun je lezen in de Bijbel, in de volgende versen. Meiden, eten! Kom op! Het is nog wel een beetje vroeg hoor, pap. Ja. Tja, ik was nog even lekker aan het dromen. Ja, heb je lekker gaan slapen? Ja. Ja. Best wel lekker. Ik heb ook lekker geslapen. Dus die slapen nog, geloof ik. Nee, maar ik ben klaar. Ah. Oké, ik niet. Mag ik een beschuitje? Ja, natuurlijk. Ik wil er ook een. Want vandaag is het kerst. Ja, dat is waar. En dan? Nou, wordt baby Jezus geboren. En we hebben blauwe muisjes. Yes. Speciaal gekocht. Yes. Ja, want eindelijk weten we nu waar het over ging. We hebben het licht gevonden, pap. Eindelijk. Echt waar? Ja, het duurde heel lang, maar we hebben het licht gevonden. We hebben een hele zoektocht gehad, maar het is eindelijk gelukt. Want we zijn toch naar de kinderkerstfeest geweest? Ja. Nou, daar hebben we dus... was dat. Ja. 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 Daar waren dus inderdaad heel veel kinderen. Het was echt heel gezellig. Het was heel leuk. En we hadden ook een heel mooi verhaal over het licht. Ja.
Dus toen kwamen we erachter dat baby Jezus het licht is. Tada! Yes! Ja. Ja, en dat dus door baby Jezus het licht is, wij allemaal ook het licht mogen zijn. Ja, dus het was wel, die mevrouw van de molen had wel een beetje gelijk. Ja. Want het licht zit dus wel ook een beetje in ons allemaal. En niet alleen in de kinderen, maar ook in de grote mensen. Want baby Jezus is voor iedereen geboren. Dus het licht zit in baby Jezus. En omdat baby Jezus naar de aarde kwam, zit het licht nu in iedereen. Ja. En de zoektocht is gelukt. Gelukt. Ja, eigenlijk wel. Ja, wat win eigenlijk met deze zoektocht, want het was toch een spelletje. Maar niet bij elk spelletje kan je iets winnen. Dan. Zo begonnen. Nou, dat kan je wel iets winnen. Oh, dan? Nou, je hebt het net verteld. Kindje Jezus is geboren. Oh, ja. En die is altijd bij je. Dat is waar. Die gaat altijd met je mee. En dan heb je dat licht in je hart. Dus dan heb je wel wat gewonnen, want je hebt het. Ja, dat is waar. Dus dan hoef ik dus eigenlijk niet meer bang te zijn in het donker zoals eerst. Hoef je niet meer bang te zijn in het donker? Eigenlijk is Jezus er altijd. Ja. Ja, dat is wel het leuke aan kerst, hè? Mm. En ik vind het ook leuk dat we dan misschien met meisjes Ja, want dat doe je. Ja. Als je een geboorte te vieren hebt, toch? Ja, nou ja, en nu vandaag is het kerst, dus Jezus is geboren. En Jezus was een jongetje. Dus daarom heb je blauwe muisjes. Blauwe muisjes. Ja. Maar we zitten nog niet echt feestelijk erbij. Nee, maar... Ja, ik was net wakker. Ja, daarom. We gaan eerst even eten zo. Aha. Daarna gaan we de mooie kleren eraan doen. En dan gaan we op de televisie gaan we de kerk kijken. Oké, ja. Ja, dan gaan we naar het kerstfeest verder kijken. Ja, goed. Dat is goed. Idee. We eerst maar bidden dan. Oké, dat is goed. Heer God, trouwe Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we vandaag kerstfeest mogen vieren. Dat het kerst is... Dat we het licht mogen verwelkomen. Dat wij dat ook mogen zien. Dat we het mogen voelen in ons hartje. Heer, dank u wel daarvoor dat we dat feest mogen vieren vandaag. Dat we het straks ook mogen gaan kijken op de televisie. Heer, als we naar de kerkdienst gaan kijken. Heer, dat het een fijne en een feestelijke dag mag worden. Dat u zo bij ons zijn deze dag. Dank u in Jezus' naam. Amen. Amen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En gefeliciteerd. En gefeliciteerd. Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen. Wij waken in het veld, als andere mensen slapen. Wij zijn de stoere herders, voor niets en niemand bang. Wij vechten met een beer. En trappen op een slag. En niemand maakt ons klein. Omdat wij stoere herders zijn. Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend sterk. Hier in het veld van Efrata doe ik gewoon mijn werk. Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend groot. En alle wilde dieren hier, die slaan ik zomaar dood. Ik ben een stoere herder. De kleinste van het stel. Als ik alle schapen roep, dan luisteren ze wel. Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen. Wij waken in het veld, als andere mensen slapen. Wij zijn de stoere herders, voor niets en niemand bang. Wij vechten met een beer, en trappen op een slag. En niemand maakt ons klein, omdat wij stoere herders zijn. Ik ben een stoere herder, ik werk hard voor mijn geld. Daarom was ik vanavond laat een beetje uitgeteld. Ik ben een stoere herder, ik maak de hele dag. Vandaar dat ik vanavond alvast te slapen lag. Ik ben een stoere herder, maar lag al op mijn oor. Toen hoorde ik een mooi gezang, het was een engelenkoor. Geloof. De
grote Heer van het heelal is net geboren in een stal. Ga dus op weg naar Bethlehem en volg de ster. Dan vind je hem. En wij, de stoere herders, verlieten onze schapen en zochten naar de stal waar Jezus lag te slapen. En wij, de stoere herders, voor niets en niemand bang. Wij knielden voor het koningskind en bleven daar heel lang. Vanaf de dag bij het kindje klein willen wij goede herders zijn. Leven zoals God het wil, van buiten stoer, van binnen stil. En niemand maakt ons klein, omdat wij goede herders zijn. En niemand maakt ons klein, omdat wij goede herders zijn. Jesus is the Lord.